Welkom bij weer een nieuwe video van Kees aan de Kook. Super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe receptvideo. Het is maandag, 3 uur, de hoogste tijd. Vandaag gaan we wrap pizza's maken. En wat we er allemaal voor nodig hebben, dat ga ik jullie nu vertellen. Nou, uiteraard een wrap. Gewoon normale wrap. Dan 1 gele paprika. 1 rode paprika. 8 kleine tros cherry tomaatjes. Een ui. 3 teentjes knoflook. Pizza kaas naar behoefte. En dan hebben we uiteraard nog olijfolie en zeezout nodig, zoals altijd. Oké, dan gaan we zo meteen beginnen met maken. Hè. Wat gaan we doen? We gaan de paprika's in reepjes snijden. We hebben zo meteen de ui schoonmaken, de knoflook schoonmaken. En dan hebben we een halve ui nodig. Die gaan we in ringen snijden. De knoflook gaan we een klein beetje fijn hakken. En dan maken we van de kleine tomaatjes, de knoflook en de ui, olie en zout, maken we tomatensaus. En die smeren we daarna op de wrap. Dan gaan de reepjes paprika erop, de pizza kaas. En dan gaan we hem eventjes afbakken op 200 graden in de oven. Nou, we hebben alles gesneden, hè? Dan gaan we nu gaan we de tomatensaus maken. Een pannetje op vuur. Er een klein beetje olijfolie in. Nou, we beginnen met de ui en de knoflook aan te fruiten. Dus licht aanbakken zonder te kleuren. Alvast een klein beetje zeezout op. Ondertussen alvast even de oven voorverwarmen op 200 graden. Zo, als je uitjes nou mooi licht glazig worden, dan doen we de cherry tros tomaatjes erbij. Goed roeren. Nog een klein beetje zeezout erop. Dan
dan gaan we dit afdekken. Ik ben een deksel kwijt, dus ik pak gewoon een pannetje. Dan gaan we het vuurtje lager zetten. En dan gaan we dit allemaal mooi gaar koken. En als de uien en de tomaten mooi gaar zijn, dan kom ik er even bij u terug. Zo, mijn groenten hebben ongeveer 10 minuutjes gekookt. Je ziet nu dat het allemaal mooi gaar is. Ik heb een basis tomatensaus, hè. En de pizza, de wrappizza is ook basis, hè. Dus je kan hier natuurlijk nog allerlei smaak aan toevoegen die je zelf lekker vindt. Basilicum, Italiaanse kruiden. Op de wrappizza kan je natuurlijk ook vlees gebruiken, maar dat spreekt allemaal voor zich. Dit is echt een basis. Nou, de groenten zijn gaar, dus ik pak de staafmixer erbij. Dan gaan we alles mooi fijn mixen. Ja, totdat er een mooie tomatensaus ontstaat, hè. Alles mooi fijn gemixt en dan heb je een mooie tomatensaus. Die gaat dan op de wrap. Een dun laagje. Zo, dan de paprika's er mooi op verdelen. En dan als laatste de pizza kaas. Lekker naar behoefte, hè? Gewoon lekker naar eigen smaak. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. De wrap pizza. Die gaat er nog eventjes ongeveer 10 minuutjes in de oven, 200 graden. Ja, totdat de kaas mooi gesmolten is. En dan is die klaar, hè? Dan zie ik jullie zo meteen weer terug. Zo, nou, mijn pizza heeft er 10 minuutjes in gezeten in de oven. Kijk, de kaas is mooi gesmolten. Een plankje. Jullie het goed kunnen zien. En dan is je wrappizza helemaal klaar. En dan zou ik zeggen, smullen maar. Zo, dat was het weer voor deze maandag. Ik hoop dat jullie een leuk filmpje vinden, dat jullie het uiteraard na gaan maken. Geef een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren, het is helemaal gratis. Als je de recepten nog even na wil lezen op je gemakje, dan kan dat, hè, op www.keesvisser.eu/recepten. En dan zou ik zeggen, maak er een mooie week van. En we zien elkaar vrijdag weer om 3 uur sharp bij een nieuwe Kees aan de Kook. Tot dan, dankjewel, doei!